Dus je sleutelt aan de beleving van een ander. Toen ik zelf in behandeling ging, of toen had ik ook iets, dat ik het heel een akelig idee vond van met welk normbesef gaan we nou aan mijn normbesef sleutelen? Ja, want ik had een streng geweten en misschien wel wat te streng, maar wie bepaalt dat? Nou ja, dat is dus inderdaad die ongelijkwaardigheid. Het is een hele lange inleiding, maar dat heeft ongelooflijk veel ook te maken met euthanasie. Omdat als iemand niet langer wil leven, dat nemen we gelukkig meestal niet serieus. Ja, we nemen het wel serieus, maar we gaan er niet in mee. We zeggen niet van, nou goed plan, dat je zegt, dan moet maar een eind aan komen. We zeggen, we begrijpen dat je je beroerd en akelig en dergelijke voelt. Maar wij denken echt dat het beter kan en dit gaat weer over en dat soort dingen. Dat moeten we heel vaak doen in de psychiatrie. Alleen niet eindeloos. Ik heb een doodswens. Ik ook. Ik ben Isabelle Akkers. En ik ben Hansje Kok. En wij hebben het in de podcast over de wens voor euthanasie bij psychisch lijden. We willen het taboe doorbreken om hier openlijk over te praten. En gaan ook in gesprek met anderen over dit onderwerp. Wij brengen ons rauwe verhaal en je kan ons ook persoonlijk volgen. Dus leef met ons mee en draag met ons samen uit de wens dat euthanasie bij psychisch lijden net zo normaal wordt als bij lichamelijk lijden. Live it! Ja, we zijn er weer. We gaan gewoon weer heerlijk een podcast opnemen. En ik heb er echt heel veel zin in. De dag is namelijk net een beetje ja, wat minder qua temperatuur, qua zonlicht en al dat soort dingen. Dus het is heerlijk om even binnen te zitten. En we hebben vandaag echt een hele speciale gast. Althans, voor mij is het echt een hele speciale gast. Iemand die zo'n voorvechter is in het veld van euthanasie bij psychisch lijden. En die dan toezegt om gewoon bij ons in de podcast met ons in gesprek te willen gaan. Nou, dat is echt fantastisch. Hoe vind jij dat, Isabel? Ja, dat is heel gaaf en mega spannend. Ja. Nou, jij hebt hem uitgenodigd. Wil je ook verkondigen wie het is? Ja, we hebben Menno Oosterhof te gast. Super, welkom Menno in onze podcast. Onwijs dank leuk je. Dat ik je moet doet. Nou wel hoge verwachtingen waarmaken. Ik denk dat het niet anders kan dan dat je ze al waar hebt gemaakt. Als je mensen om ons heen hoort over jou, dan hoorden we niks anders dan echt hele positieve en goede verhalen. Dus ja, eigenlijk zijn die verwachtingen al klaar en waargemaakt. Dus dat is denk ik niet iets waar je heel erg onrustig over hoeft te worden. De onrust zit eerder bij ons, denk ik. Okay, dat is goed. Kun jij iets meer vertellen over wie is Menna nou eigenlijk? Wie is het gezicht achter de psychiater die wij allemaal voorbij zien komen? Ja, ik ben 68. Ik ben geboren in een gezin in Harlingen van vijf kinderen. Ja, eigenlijk acht, maar er zijn, was een meisje overleden aan de oorlog. Nou ja, maakt niet uit. Groot gezin, dus de jongste. Christelijk gereformeerd, nee, vrijgemaakt gereformeerd milieu. Dus, en ik was een serieuze jongen, dus ik nam dat allemaal erg serieus. Van wat is nou de bedoeling van het bestaan en wat is zonde en wat niet. En mijn vader is overleden toen ik 17 was. En in diezelfde tijd, maar niet daardoor, denk ik, ontwikkelde ik ook een dwangstoornis. En dwangproblematiek komt ook veel voor in mijn familie. Het is vooral bekend van smetvrees en controlezucht, maar bij mij was het vooral ook streven naar alles willen vastleggen, onthouden. Ik begon met een dagboek en binnen no time werd dat een volledige obsessie, dat alles wat ik dacht en bedacht moest daarin opgeschreven worden. Als ik iets vergeten was, vond ik dat verschrikkelijk. Nee, lang verhaal kort, dat is een aandoening waar ik nog steeds wel last van heb, maar het is een stuk verbeterd nadat ik eindelijk een keer naar mijn vrouw heb geluisterd, die al lang zei, probeer nou zelf ook eens medicijnen. En ik gaf het wel aan mijn patiënten, maar voor mezelf wou ik het niet. De kwaliteit van mijn leven is daardoor een stuk verbeterd. Ik heb daar ook een boek over geschreven, Vals Alarm, waarin ik ook mijn eigen ervaring met dwang, ja precies, ja.
heb benoemd en ook gewoon hoe dwang van binnenuit voelt. Sowieso denk ik, is natuurlijk in hulpverlening altijd enorm belangrijk om je te verplaatsen en te kijken van wat, hoe ik moet eventjes, ik zie dat mijn batterij bijna leeg is, ik moet eventjes een aan de lade zetten, moment. Dat is goed. Het is nu al een heel goed verhaal. Zag je ook aan zijn lippen? Dat je dacht van, oh, wat komt er nog meer? Ja, ik bedoel, ik laat hem het liefst gewoon lekker praten. Ik luister graag. Nou ja, het is voor jou natuurlijk best wel herkenbaar, hè, zo'n dwangstoornis. Omdat jij daar natuurlijk ook last van hebt. Helaas wel, ja. Ja. Ja, ik vind het ook al heel knap dat hij überhaupt daarover heeft geschreven. Want als ik moet gaan nadenken dat ik over mijn dwangstoornis ga lopen schrijven, dan raak ik al lichtelijk in paniek. Ja. Ik heb medicatie, hè? Jij niet. Ja, dat scheelt een hoop, ja. Ik heb helemaal niks. Nee, daar moet je dat ook zeker nog over mee hebben. Ik heb het een keer over gehad. Ja, even ja. Kijken. Goed, nou in elk geval. Ik heb dus inderdaad toen in 2013, 14 ben ik een jaar heel actief geweest met de petitie om de jeugdregisseur binnen de gemeente te houden. Dat is uiteindelijk niet gelukt, maar dat had ik ook niet verwacht. Maar ik wou in elk geval niet binnen de gemeente, sorry, binnen de zorg en niet over te hevelen naar de gemeente. Maar ik wou in elk geval dat we kritiek dat we het hadden laten weten, dat we dat helemaal niks vonden. Nou ja, het blijkt nu ook een drama te zijn. En toen dacht ik daarna van, goh, nou heb ik heel veel mogelijkheden om. Ik heb geleerd publiciteit te zoeken en dergelijke. Die ga ik nu gebruiken om meer bekendheid te geven aan de dwangstoornis. En toen wist ik ook, dan wil ik ook open zijn over dat ik het zelf ook heb. Dat wordt onwaarachtig om dat dan te verzwijgen. En dat heb ik, dat is inmiddels al bijna 10 jaar geleden, dus inmiddels ben ik eraan gewend. Toen vond ik het een hele stap. Inmiddels heeft het ook mijn eigen schaamte en dergelijke weer verminderd. En denk ik, nou ja, ik heb er ook niet voor gekozen. En het is, het heeft mij veel opgeleverd in de zin dat het voor heel veel mensen heel prettig was. Zoals mensen dan zeiden van, ik ben zo blij dat jij het ook hebt. En dan zei ik, nou, ik niet. Dan zeiden ze, nee, dat bedoel ik ook niet. Nee, dan zei ik, dat snap ik wel. Maar dat is waar we het net ook al een beetje over hadden. Van, oh, een psychiater. En dat is vast in, dat gewoon die ook het kan hebben. Net zoals Prins Klaus toen depressief kon worden. Dat helpt bij de vooroordelen die er overwinnen, die er altijd zijn. Mensen voelen zichzelf ook altijd schuldig en tekort voelen, schieten over psychische aandoeningen. Nou, dat is iets wat ik altijd heb geprobeerd en nog steeds probeer tegen te gaan. En ook, er wordt over psychische aandoeningen, ook over lichamelijke wel hoor, overgewicht wordt ook nog mensen sterk op aangekeken, terwijl of je in een bepaalde maatschappij een bepaald gewicht kunt handhaven, is vooral afhankelijk van erfelijke factoren. Nou, ook met betrekking tot psychische aandoeningen is dat heel sterk zo, dat er vaak oordelen over zijn. Ik zeg wel eens, een lichamelijke aandoening heb je, een psychische aandoening doe je. Er wordt een veel grotere mate van vrijheid verondersteld. Of zet je er nou eens overheen, of dan gaan ze zeggen het is persoonlijkheidsproblematiek, of het is gedrag. Met andere woorden, dan wordt het toch moreel beoordeeld. En dat hoort niet thuis in de gezondheidszorg. Veroordeling en dergelijke hoort thuis in het justitiële of in het morele, maar niet in de gezondheidszorg. Gezondheidszorg, als iemand een hoofdwond heeft omdat hij veel te hard heeft gereden, kun je niet zeggen, nou ja, dat is zijn eigen schuld. En dus zelfs al zou, bij wijze van spreken, mensen hun depressie te maken hebben met hun eigen opstelling, dan nog kun je weer afvragen hoe vrij is iemand daarin. In elk geval hoort het er niet in. En het wordt wel heel veel gedaan. Er wordt wel heel veel geoordeeld. En ik dacht er laatst ook over, wat het ingewikkelde is, is dat mensen komen bij de psychiatrie omdat ze problemen hebben in hun beleving, in hun psychische functioneren, dus beleving en het daaruit voortvloeiende gedrag.
En dat maak je meteen dus. Je vraagt aan iemand anders dat op zekere zin. Wat mankeert er aan mijn beleving? En als psychiater probeer je daar ook veranderingen in aan te brengen. Maar dat betekent dus ook dat wat in de rest van de gezondheidszorg veel meer zo is van, nou, dit kunt u doen, maar u beslist over shared decision making. Dat was natuurlijk ook niet altijd zo. Vroeger wist de dokter het beste, maar die gelijkwaardigheid is wel veel meer gekomen, is in de psychiatrie nog steeds heel lastig. En dat komt niet alleen omdat psychiaters zulke vervelende mensen zijn, maar ook omdat het ook helemaal niet altijd correct zou zijn om de beleving van de ander volkomen gelijkwaardig te stellen. Als iemand zich heel erg achterdochtig voelt of minderwaardig, dan is het juist goed dat ik zeg, je voelt je wel heel erg minderwaardig, maar dat is helemaal nergens voor nodig en we gaan kijken hoe dat komt en dat soort dingen. Dus je sleutelt aan de beleving van een ander. Toen ik zelf in behandeling ging, of toen had ik ook iets, dat ik het heel een akelig idee vond van met welk normbesef gaan we nou aan mijn normbesef sleutelen? He, want ik had een streng geweten en misschien wel wat te streng, maar wie bepaalt dat? Nou ja, dat is dus inderdaad die ongelijkwaardigheid. Het is een hele lange inleiding, maar dat heeft ongelooflijk veel ook te maken met euthanasie. Omdat als iemand niet langer wil leven, dat nemen we gelukkig meestal niet serieus. Ja, we nemen het wel serieus, maar we gaan er niet in mee. We zeggen niet van, nou goed plan, dat je zegt, dan moet maar een eind aan komen. We zeggen, we begrijpen dat je je beroerd en akelig en dergelijke voelt. Maar wij denken echt dat het beter kan en dit gaat weer over en dat soort dingen. Dat moeten we heel vaak doen in de psychiatrie. Alleen niet eindeloos. En dat is het ingewikkelde. En dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. Nou knoop ik alles aan elkaar. En bij dwang neigt ook altijd naar absoluut. Volledig schoon, volledig zeker, volledig dit en dat, zwart-wit. Ja. En daar moet je ook accepteren dat de waarheid wat groezelig in het midden ligt. Hoog genoeg, niet helemaal in orde, valt wel mee, loopt wel los. Dus het is dat voor iemand met een dwangstoornis voelt dat als één grote rebus. Altijd is nooit helemaal fijn en perfect. En ja, toen ik mijn boek had geschreven, ging ik me ook afvragen: heb ik dit nou? Zijn mijn motieven wel helemaal zuiver? Of wil ik beroemd worden? Nou, dat wou ik ook. Er is niks mis mee. Ik schreef het ook. Ik had ook gewoon dan weer kunnen een cruise. Ik deed het ook vanuit een oprechte behoefte om andere mensen te helpen, maar niet alleen maar zuiver altruïstische motieven. Die bestaan ook niet. Dat hoeft ook helemaal niet. Dus het is altijd, hè, de mensen, je moet evenveel van je naaste houden als van jezelf. Dus daar zit al meteen ook een egoïstisch iets in. Daar is niks mis mee, maar voor iemand met een dwangstoornis is dat lastig. Die wil het altijd volkomen zuiver, volkomen schoon, volkomen eerlijk, volkomen in orde hebben. En zo zit het leven niet in elkaar. En bij euthanasie is het dus ook zo, als je zegt, ik ga altijd voor het leven, ja, dan doe je mensen soms ook tekort. Dus er komt een moment waarop je moet zeggen van, het is nu niet eerlijk meer. Nu is het een, laat ik jou in de steek, als ik niet erken dat het ook gewoon niet te doen is. En dat wordt door collega's ook beleefd als van, ja, maar dan laat je patiënt stikken. En dat vind ik niet, dat vind ik juist beslist niet, maar dat komt omdat ik dus, ja, hoe moet ik het zeggen, ik vind het ontzettend belangrijk om de beleving van iemand serieus te nemen en om, als ik dat doe je altijd, maar als ik toch een andere mening heb, dat ik dan wel dat op een gegeven moment, er komt een eind aan waarin ik iemand mag proberen te overtuigen. Er komt een moment waarop ik moet zeggen. En bovendien, ik weet uit ervaring dat bijvoorbeeld ook dwang maar beperkt. Ik mag niet klagen hoor, want ik bedoel, je hebt mensen die hebben veel meer last. De kwaliteit van mijn leven is goed genoeg en er staat een hoop tegenover. Maar het is een nare aandoening en helemaal er vanaf, dat is maar een paar, dat is lang niet iedereen gegeven. Hè, en wat je vooral moet doen bij dwang is inderdaad imperfectie verdragen. Het is mij niet gelukt zonder medicatie.
Dus ik weet ook dat er beperkingen zitten aan de mate waarin je je innerlijke beleving kunt veranderen. Daar wordt veel te gemakkelijk over gedaan. Als ik nou zeg maar nog heel even terugga naar het moment, want er is een moment waarin jij leven hebt besloten om psychiater te worden. Dat lijkt me ook al een hele bijzondere keuze op zich. Ja, dat weet je nooit precies, hè, waardoor dat komt. Dat was ik al, dat al rond mijn 17e. Ik had een vriend, die is ook psychiater geworden. En wij vonden het altijd wel heel interessant om veel te bomen over het leven en de zin van het bestaan en dat soort dingen. Dus allebei hadden we ook onze nodige en eigen problematiek. Dus het boeide ons altijd. Nou zijn er meer mensen met problemen die inderdaad niet zouden in hun hoofd halen om psychiater te worden. Dus je moet er ook iets mee hebben, ja. Ik zeg altijd van waarom vind je pindakaas lekker? Er is geen waarom. Er Nee, is maar. geen reden voor. Het is gewoon, ja, ik vond dat interessant. Ik vond dat boeiend. Dus ik overwoog het al toen ik medicijnen ging studeren. Ja, want je bent gewoon arts eerst. Maar toen ik medicijnen studeerde, overwoog ik psychiatrie al. En toen vond ik andere dingen ook wel boeiend. Maar als ik dan weer psychiatrie ging doen, dacht ik, ja, maar hier hoor ik toch thuis. Ik heb ook daarna nog, want ik ben ook een verwoed tuinier, een hele tijd lang gedacht van, had ik niet liever boswachter willen zijn? Er zit ook alweer iets dwangmatigs in. Dat is fear of missing out of fear of better options. Dat je een boek leest en dat je denkt van, had ik niet het andere boek eigenlijk liever gelezen? Of dat je op Netflix eindeloos blijft zoeken naar de beste film en daardoor niet eens meer één film ziet. Ik was vroeger eindeloos bezig om te pakken voor de vakantie. Want ik wou absoluut het leukste boek en de leukste hobby. En nou ja, dat kan ook weer dwangmatig zijn. En je moet gewoon denken, ach nou ja, nou ben ik. Maar goed, dat van die boswachter of kweken van plantjes. Op een gegeven moment realiseerde ik me, dan word ik geen psychiater. Toen dacht ik, ja, dat kan niet, dat kan niet. Dat is zo, dat is zo, past zo bij mij. Dus ja, beslis je. Dat beslis je niet, dat gebeurt zo. Zo is dat gegaan. Ik moet wel heel erg lachen, want ik had echt daadwerkelijk in een van mijn aantekeningen staan. Je verdiept je ook enorm botanica. Had je dat niet liever willen kiezen uiteindelijk als je Ja, terugkijkt? ja, ja. Dus het is Heb zo ik mooi heel dat die. lang nog gedacht. Maar dat is natuurlijk ook. Dat is ook. Ja, als ik ergens in geïnteresseerd raak, dan wil ik ook altijd weer alles weten. En op een gegeven moment, ik heb helemaal niet iets met auto's, maar toen had ik een overbuurjongen en die is daar heel goed in. En toen moest ik een nieuwe auto hebben en toen werd dat een oldtimer. En toen raakte ik geïnteresseerd in oldtimers. En toen was ik net, ook al ietsje langer gebruikte ik toen al medicatie. En voor die tijd gaf ik ook heel weinig geld uit, want dat vond ik allemaal zonde. Maar dat werd toen wat makkelijker. Dus toen op een gegeven moment had ik 7 oldtimers staan. Hier aan de straat en overal en allemaal in de en allemaal draaien. En dat was helemaal niet. Maar dus ik ben dan ook altijd weer heel grenzeloos. En dat is ook die behoefte aan alles willen weten, alles willen zien. En dan, nou, op een gegeven moment dacht ik Is word gewoon psychiater en de rest doe ik er voor de lol bij. dat En daar alles heb ik zeg ook maar geen willen spijt van. weten en alles willen doen, is dat echt typisch dwang of zit dat ook bij andere dingen verstopt? Gewoon in een karakter? Alles kan ook, ik bedoel, alles willen weten en dergelijke is nog niet per se dwang. Op het moment dat het obsessief wordt, Ja. hè, dat je alles op moet schrijven of dat je, ja, dat vind Ja, ik ook dat altijd ook. heel moeilijk. Waarbij mijn passie in overgaat in compulsie, dat weet ik ook niet zo. Ik doe alles met gedrevenheid en voor een deel is dat niet alleen maar lijden, maar is dat ook plezier. Dus ik weet dat niet, ik weet dat niet. Waarom? Ik heb in mijn boek ook een voorbeeld gegeven dat er verschijnen meer boeken over vlaggen dan een mens kan lezen. En toen dacht ik, nou, vlaggen vind ik gelukkig niet interessant. Toen dacht ik, nou, trouwens. Dus die overweldigende hoeveelheid films en boeken en kwantummechanica en astrofysica en wetenschapsfilosofie, ja, religies en psychedelica en ik vind het nog altijd een drama dat je dat niet allemaal. Maar goed, ik leg me erbij neer. Ik probeer te denken, het is niet anders of het is zoals het is. Dat is die dooddoener, hè, waar je met dwang. Dan moet je allemaal. Dooddoeners,
zit heel veel relaxedheid. Vriezen we dood en vriezen we dood. Nou, doodvriezen is helemaal niet leuk. Maar iemand die dat zegt, die denkt, ah, dat gebeurt helemaal niet. En dat vertrouwen, je moet vertrouwen oefenen. Nou, dat is iets wat ik wel een heel belangrijk punt vind. Wat voor mij persoonlijk ook met die hele euthanasie nog wel een belangrijk punt is. Hè, ik denk dat dwang, maar ook andere aandoeningen wel, maar dwang kan ook een soort overgevoeligheid zijn voor de problemen van het bestaan. Bestaan is een ander woord voor bestaan, is existeren. En het woord existeren betekent er buiten staan. En dat is eigenlijk dat je niet meer opgenomen bent in de goddelijke eenheid, maar dat je als een druppeltje daarbuiten, dan heb je een identiteit, een autonomie. Dat is hartstikke fijn, kun je zelf beslissen enzovoort, maar je bent, ja, je voelt je eigenlijk ook wel, je bent ook wel, ja, je beleeft het allemaal alleen. En het grappige is, het woord religie betekent van je opnieuw verbinden. Dus dat je eigenlijk je weer verbindt met de goddelijke wezenskern. Nou, als het allemaal waar is, weet ik allemaal niet, maar ik hoop het wel. Nou, wat wou ik dan nou maar Vandaar ook zeggen? gebruikelijk de uitbreiding op de piramide van Maslow op dit moment. Dat er nog een piramidepunt aan toe is gevoegd. Dat Oh is ja. De complete eenheid, de wijververbinding. Dat wist ik niet. Ik weet alleen dat de zelfrealisatie de hoogste is. Maar dan nog een hogere religie vind ik wel mooi. Hè? Ja, die is er Dat hele tegenwoordig aan element. toegevoegd. Oké, dat wist ik niet. Dat wist ik niet. Leuk. Ik vind het hele element van vertrouwen een heel belangrijk en interessant punt. En ook ingewikkeld. En ook vond ik dat en vind ik dat nog steeds wel bij euthanasie een heel ingewikkeld punt. Want het gaat in tegen zoals ik ben opgevoed. En ik kom uit streng christelijk milieu. En ik weet niet wat ik spiritueel doe. Ik weet niet of het lijden niet zin heeft. En als mensen nou, die ik dan euthanasie heb verleend, nou gewoon domweg dit leven toch, dit lijden hadden moeten doormaken. Daar wou ik ook geen pillen, omdat ik dacht, ik moet mijn dwangstoornis misschien wel uitlijden in plaats van. Maar ja, goed, ik ga ook niet dood aan een longontsteking, omdat ik zo nodig inderdaad een longontsteking door moet maken. Dus dat is ook heel erg cultureel bepaald. En er zijn ook mensen die willen geen pillen voor. En die willen geen injecties, omdat het dan zo goed is om dat door te maken. Maar meestal hopen ze eigenlijk dat ze het niet doormaken. En vertrouwen ze op alle andere mensen die wel injecteren. Dan denken ze nou. Maar goed, dat heeft te zeggen. Vertrouwen is een heel belangrijk element. Wat denk ik bij mensen met een dwangstoornis veel minder vanzelf spreekt. En ze zijn onrustig en ze denken veel moeilijker van nou, kom, loop er los. En nou ja, ik weet dus niet wat ik spiritueel doe. Ik moet, ik heb wel eens gezegd, er zit een zeer slechte gebruiksaanwijzing bij het leven. En ze zijn ook nog allemaal anders. Dus ja, je moet je best maar doen. En wat is je best en je uiterste best? En kun je jezelf vertrouwen? En ja, dan kun je niet op wachten tot je dat allemaal weet. En dan, ja, dus je, ja, dat heb ik ook wel eens gezegd tegen een jongen met een dwangstoornis. We moeten gewoon maar wat aanklooien. Ja, beter is het niet. Dat wat ik net noemde, dat groezelige tussen de waarheid ligt en het middenachtige. Nou, zo vind ik dat bij euthanasie. Ik weet niet wat het benut is van het leven. Of het nut heeft, of er een nabestaan is, of lijdenzin heeft. Of ik goed aan doe om dat te beëindigen. Inmiddels is het zo dat het lijden, dat we zeggen, ah, nou, het hoeft niet meer tot het bittere eind. Hè? Voor lijden, euthanasie bij lichamelijke aandoeningen, dat vindt in Nederland, de meeste mensen die vinden dat redelijk geaccepteerd. Niemand meer, dat was 50 jaar terug ook nog heel anders. Ja. En in de rest van de wereld is dat nog steeds van, dat mag niet. En er was een groot taboe op en op zelfmoord zelfs ook. En die mensen werden onterfd en die, of hun familie werd onterfd. En ze werden door de straten gesleept, achter een wagen aan een omgekeerd opgang aan de galg. Dus dat was ook een doodzonde van, dat mocht absoluut niet. Werd wel gezegd van wie dat de Christus had verraden, dat later nog niet zo erg was als dat hij zich had opgehaald. Dus rust een enorm taboe op. Nou, daar ben ik natuurlijk ook gevoelig voor, dat je denkt, ja, is dit wel. En aan de andere kant was het dus dat die enorme overtuiging van dat je in mensen verplaatst en dat je denkt, ja, iemand vraagt dat niet voor niks. En nou ja, lang verhaal kort.
ik werd er gewoon. Het was voor mij, ook al voordat ik trouwens inderdaad, toen ik psychiatrie ging studeren, toen hield ik mij daar al mee bezig. Ik dacht, als iemand nou gewoon echt niet meer kan en je denkt ook, oh, het is ondoenlijk, moet je hem dan helpen? Of moet je zeggen, ja, dit laatste moet hij toch gewoon alleen doen? Maar het bleef een beetje een theoretische exercitie, want ja, het was toch niet mogelijk om mensen te helpen. Daarna kwam ik in de kinder- en jeugdpsychiatrie te werken, daar bestond die vraag überhaupt niet. En het is eigenlijk pas. Nou, tot 2011 was het eigenlijk niet bestaand. Het gebeurde eigenlijk bijna nooit. En ik werkte in de kinder- en jeugdpsychiatrie, dus ik had er niks mee te maken. Maar toen ging Kit van Mechelen ergens in 2016, denk ik. Toen was het expertisecentrum uit de Zie, dat heette toen nog Levens en de Kliniek, was opgericht. En die waren ook op congressen. En er stonden, in het begin liep iedereen daar met een boog omheen. En nou, ik vond het, ik was wel geïnteresseerd van, goh, wat is dat dan? En Kit ook wel. En Kit is heel makkelijk en die heeft. Die zei, ik weet ook niet wat er in die namaals is enzovoort. Maar het kan mij niks schelen. En dat vond ik wel weer typisch. Ik maak me daar dan heel druk over. Wat doe ik? En zij zegt, ja, ik weet het ook niet. Maar ja, doe gewoon. Maar. En, en ik had zoiets, goh, jij moet dat gaan doen, had ik toen al wel eens tegen haar gezegd. En nou, toen kwam ik een keer op een congres en mijn vrouw tegen en die werkte daar. En in de terugreis, toen schreef Kit haar sollicitatiebrief op de achterkant, op de achterbank van de auto, ik reed. En via haar werd het toen opeens concreet. En toen na een tijdje, toen vroeg ze mij of ik een second opinion wou doen. Nou, dat vond ik doodeng. En ja, dan ben ik mee verantwoordelijk. En toen sprak ik die man. En toen was het. Het was zo'n evident duidelijk verhaal. Dat eigenlijk al mijn theoretische bezwaren die verbleekten. Dat ik denk, waar hebben we het over? Deze man die zit al een jaar lang gedwongen en opgenomen. Die is één keer ontsnapt. Toen heeft hij een zeer serieuze CSU-poging gedaan. Die man die is zijn leven lang bij zijn vrouw geweest, maar met autisme pas laat ontdekt. Hij leunde voorkomen op zijn vrouw. Zijn vrouw ging dementeren. Hij kreeg ruzie met de thuiszorg en met iedereen en alles. Toen is hij op een gegeven moment gedwongen opgenomen. En toen kwam hij thuis en toen was zijn vrouw opgenomen in een verpleeghuis. Nou, hij daar onmiddellijk naartoe. Daar schopte hij ook zoveel stennis dat hij daar niet meer mocht komen. Die man die wou gewoon en kon ook niks zonder zijn vrouw. Dus die wou gewoon niet meer. En maar de suïcidepoging die mislukte. En toen werd hij opgenomen. En hij was zo duidelijk over wat hij ging doen. Als hij met ontslag ging. Dat iedereen zei, oh, dan kunnen we hem niet met ontslag laten. Die man die zat er al een jaar lang gedwongen opgenomen. Ja, ik denk, je kunt hem toch niet tot zijn leven lang. En als hij dan toch gaat. En het was ook invoelbaar. Dit verandert niet meer. Die man leed er verschrikkelijk onder. Ja, dat ik en daarom zeg ik ook in mijn boek van. Je een visie vormen over uitzinnende psychische aandoeningen. Daarvoor moet je niet over, maar met mensen praten. En je echt goed in hun verdiepen. Daar verbleken heel veel theoretische bezwaren. Maar goed, die taboe en al dat oude, die zijn natuurlijk niet meteen weg. Dus op zo'n. En toen had ik de tweede, waarbij ik een second opinion deed. Ja, je bedoelt precies dit dat boek, boek. Toch? Ja. Ik heb ook nog een ander boek geschreven. Dat heet Ik zie anders niks aan je. En dat gaat dus over die. Oh, kijk, die heb je ook. Oh, kijk eens aan. Nou ja, zeg. Maar die gaat dus inderdaad over dat begrip voor psychische aandoeningen. Dat niet iets is wat je voor je lol doet, maar dat dat net zoals een lichamelijke aandoening iets is waar je ook niet zo vaak niet zo vreselijk veel aan kunt doen. En stom voor je in plaats van je. Omdat ik die emancipatie van die psychische aandoeningen zo belangrijk vind. Maar. Die man die zei toen tegen mij, dit was een christelijke man, 90 jaar, zijn hele leven ook al wel depressief geweest, ook vrouw overleden, maar ook niet verder. En die zei toen, God weet wel wat ik vraag. En toen zei ik denk dat God er al begrip voor heeft. Het welde zo bij me op. En toen dacht ik, nou, toen ik in de terugreis was in boot, en dan dacht ik, dan heeft hij ook wel begrip voor dat ik eraan meewerk, ook als het niet goed is. Wat moet ik anders? Ik moet toch naar eer en geweten handelen. En dat doe ik nog steeds en dat vind ik, dat kan me af en toe nog aanvliegen. Dat ik denk, doe ik hier nou wel goed aan? Maar goed, het moet ook niet al te makkelijk worden. En nee. Ik krijg natuurlijk vanuit de boodschap de nodige kritiek. Ja. Omdat, ja, ik wind er geen doekjes om. Dat is ook niet mijn stijl. Dus ik heb ooit eens gezegd van, ja, er zijn twee smaken.
Of je maakt iemand dood, of je laat hem over aan een mogelijk verschrikkelijk lot. Dat is wel de werkelijkheid. Voorheen was het tweede niet. Mocht je niet iemand doodmaken, ik zeg het maar even cru. Hè, maar je kunt wel zeggen uit een zeer soort, maar je beëindigt wel iemand zijn leven. En dat is heftig en ingrijpend. Maar voor mij heeft het enorm geholpen om het te realiseren. Het niet doen, iets laten, heeft ook enorme consequenties. Hey, ik zat tegenover een vrouw, mijn overbuurvrouw was geestelijke zorg. Die zei: ja, alsjeblieft meedenken. Nou, ik zei: ik wil gewoon meedenken. En ik die vrouw gezien, nou, die was wanhopig. Eind 50, eind 40, al 30 opnames gehad. En nu al meer dan een jaar weer een ernstige depressie. Ze zat haar handen wringend. En haar moeder zat erbij en die zei: het is niet te doen, het is verschrikkelijk. Ik ben niet. Ook ondraaglijk lijden heb je nog in soorten en maten. Dit was echt zo verschrikkelijk tegen de muren opvliegen. En toen belde ik haar psychiater en die zei: ja, ik kan het niet met mijn geweten verenigen om haar euthanasie te verlenen. En dan denk ik, en wel om haar zo te laten zitten? Maar dat komt, het is nog heel nieuw dat het kan. En wij als beroepsgroep, het vak is er niet makkelijker door geworden. In bepaalde opzichten was het makkelijker dat het gewoon niet mocht. Nu hebben we opeens een keuze. En als ik mensen dus zeg, ja, we hebben nu die keuze. En patiënten vragen daarom. Dus als we daar niet, dan. We hebben daar een verantwoordelijkheid in. Dat vindt niet iedereen prettig. En misschien heb ik dat dan ook wel wat te onomwonden gebracht. Maar ja, dat was ook weer omdat ik dus dacht: oh God, ik word zoveel geconfronteerd met wanhopige mensen die dan van hun psychiater te horen krijgen van. Ja, als je over euthanasie begint, dan kun je hier niet terecht. Wij gaan voor het leven. En dan moet je eerst daarvan afstappen en dan kunnen we je behandelen. En ja, dan vraag je mensen gewoon om te liegen. Want dan kun je niet naar beleven even uitzetten en dat soort dingen. Dus, maar goed, en ik heb misschien ook wel een beetje vergeten dat ik 6 jaar naartoe ben gegroeid. He, want ik dacht op een gegeven moment, nou moet ik niet zelf euthanasie gaan doen. Maar mijn vrouw zei, nou je hebt al genoeg te doen met een dwang als je core business en houdt nou bij second opinions. Maar toen de allerlaatste patiënt die ik als arts behandelde officieel, voor een dwangstoornis, die vroeg mij om euthanasie. Ja, toen kon ik moeilijk zeggen van God, nou dat doe ik niet. Of je moet naar de levensreinigende kliniek waar wij 3 jaar moeten wachten. En toen was ik dus, uiteindelijk heb ik haar inderdaad ook euthanasie verleend. Daarmee was ik toch over een soort drempel. Toen nog dacht ik, nou, dit hou ik hier, ik ga gewoon me op dwang blijven. Nou ja. Maar goed, ik wou wel dat boek schrijven samen met Kit. En we hebben een congres georganiseerd. En toen meldde zich iemand bij mij die wou versterven omdat hij nergens terecht kon. En toen dacht ik. Nou, dat wil ik wel doen, of ik meer publiciteit eraan wou geven. En nou ja, ik had natuurlijk op mijn vingers kunnen nagaan dat dit zo zou gaan lopen. Ik bedoel, ik ga het niet doen dat ik zeg opeens, hoe ben ik hier nou in verzeild? Dat heeft natuurlijk ook weer met dat ik niet nee kan zeggen. Maar dat betekende dat ik in het najaar een aantal keren een autopsie heb verricht. En nu dagelijks zo'n beetje door mensen wordt benaderd. En aan de ene kant is het. Het is enorm intens en ook ongelooflijk dankbaar. Ik kan het niet anders. Ik bedoel. Soms zeggen mensen. Als ik dan zeg ik. Ja, maar ik kan echt niks voor je doen. Ik word overvraagd enzovoort. Dus ik vind het al heel fijn dat u hebt willen luisteren. Nou, dan denk ik: God. Nou, dat spreekt mij en dat ontroert me ook nog als ik er weer over praat. Dat heeft weer met die existentiële eenzaamheid te maken. Dat je dan toch naast mensen kunt staan en soms zelfs tot het allergrootste eind. Ik heb hierna een gesprek met een jonge vrouw die krijgt morgen euthanasie. Niet van mij, maar van haar huisarts. Ja. Maar zij. Haar huisarts wou het wel doen, maar de GGZ die zag nog behandelopties. En haar zus had mij een mail gestuurd die door mijn. Want ik hou toch af. Ik kan niet anders. Ik kan niet elke 3 dagen naar het zie doen. Dus maar deze was zo hartverscheurend. En die zus die is door de verdedigingslinie heen gebroken. Dus ik heb gezegd, nou, ik wil wel kijken. En toen bleek dat de eigen huisarts het wel wou doen. Dus dan hoefde ik alleen een second opinion te doen. En
En ik heb nog contact met haar en ze wou mij absoluut ook graag. En ik had trouwens ook om afscheid te nemen. Ja, dat vind ik ook wel weer ongelooflijk ontroerend. En ik heb ook eens een patiënte of een andere psychiater, die had één keer uit een zieg verricht. En die zegt, het is het mooiste wat ik ooit heb gedaan in mijn vak. Dat kan ik niet altijd beamen. Het heeft ook iets. Het heeft toch ook iets. Het is toch, ja, je maakt iemand wel dood. Dat is toch. Maar goed, ik heb een week of drie terug nog uit een zieg verleend bij ook een relatief vrij jong iemand. En toen ze overleden was, toen zei haar moeder, als eerste, we zijn u zo dankbaar wat u voor ons en voor het gezin hebt gedaan. Nou, nou ja, dat is dus die enorme polariteit van gevoelens. Dat je denkt, ja, dan zijn mensen me dankbaar omdat ik hun leven beëindig. Maar het gaat natuurlijk niet omdat ik hun leven beëindig. Het gaat natuurlijk om het lijden. Wat je uiteindelijk hoop. Ja, je Want ik beëindigt het lijden. dat Mensen dacht ik. vragen zich heel erg af altijd, hoe is het nou echt om dat te doen eigenlijk, het leven beëindigen van iemand? Want ik kan me niet Nou, voorstellen dat het heel simpel is. het hele gebeuren is niet heel simpel. Ik ben daar dag en nacht mee bezig. Ik lig daar wakker van. Dat was nog maar de tweede keer dat ik euthanasie ging verlenen. Kijk, de eerste keer, zonder dat ik nou in details wil treden, dat was eigenlijk in bepaalde opzichten nog niet eens zo moeilijk, omdat dat meisje was anders absoluut toch dood gegaan. Om andere redenen. Maar deze tweede keer was dat misschien ook wel het geval, dat ze zich zou hebben gesuïcideerd. Die kans was zeer aanwezig. Maar ze was nog wel erg jong. En toen, ik reed erin, mijn vrouw was mee, want ze woonde ver weg. Nou, niet naar de euthanasie, maar wel om daar naartoe te rijden. En ik had echt een steen in mijn maag doen. En toen zei zij van, je moet gewoon ook denken, je bent gewoon dokter, dit hoort bij je werk, dit is wettelijk allemaal goed geregeld. Chirurgen moeten ook mensen opensnijden. En dus voor een deel, soms kan professionele distantie, afstand ook helpen om een beetje, ik denk die mensen zitten er ook niet op te wachten dat ik in tranen uitbarst. Dus in die zin probeer ik me ook wel eens voor een deel gewoon, ja, het is technisch iets anders, het is geen rocket science, je moet. En dat naaldje laat je aanbrengen door de ambulancebroeder. En je moet vijf injecties. En die zijn ook nog genummerd door de apotheek. Want die doen alsof we ongeveer nog tot vijf kunnen tellen, maar veel meer niet. Nou, dat klopt ook wel redelijk. Zo goed zijn we natuurlijk als psychiater niet meer in medische dingen of in de echte. Ik ben dan toch ook wel geconcentreerd op hoe het voor de persoon zelf en de familie. Dus ik hou mij ook wel kalm. Dus in die zin hou ik ook wel wat. En dat lukt niet altijd. Dus mensen daarna, op de ouders, joh, mijn helzen. Of als ze iets aardigs gaan zeggen. Toen was er een psycholoog die was erbij. En die zei toen iets heel aardigs tegen me. En toen zei ik, oh, je moet nu niks iets aardigs zeggen. Want je zit wel. De emoties zijn hoog, dat is zeker waar. Maar ja, die probeer ik voor een deel ook professioneel toch een beetje op afstand te houden. Maar ik vind het wel heel mooi. Je blijft Ik dus hoorde dus een mens. arts, ik hoorde een arts, die hebben jullie ook gehoord. Die was op de dag van de IKEA ook en die zijn eerste euthanasie. Vond ik ook een roerend verhaal. Oude mannen, heel aardige mannen ook. En die zei, ik was in de auto en ik heb een half uur of een kwartier lang alleen maar kattenterapie. Ja, dat vond ik wel heel aandoenlijk. Ja. Ja. Ik vind het moment zelf niet het allermoeilijkste. Daar ook wel, maar ik vind het hele proces. Ik bedoel, ik kan me nu ook ontroeren. Of als iemand me belt of dankt of als hij dat soort dingen. En wat ik zei, ik ben er dag en nacht mee bezig. En met het moment zelf vind ik niet het ingewikkeldste, nee. En daarna? Dank voor het delen. Ja, wat doen mensen als er zoiets is gebeurd? Mensen, ook ouders, ook nabestaanden, gaan op een gegeven moment dan toch zeggen van,
Nou, wil u een kop koffie? Of ik had laatst iets, toen had ik de, ik had toen niet, ik had wel onze auto, maar mijn vrouw had de nette auto meegenomen. Ik had ook nog een heel kleine, volkomen afstandse Toyota Starlet uit 1995. En toen, dat was een uitzending waar helemaal geen familie bij was of niks. Die vrouw had gewoon verder niemand. Er was alleen nog een fysiotherapeut die heel lang had begeleid. Nou, en toen kwam de schouwarts, en er komt naar de hand altijd een forensisch arts, omdat het nog altijd een misdrijf is. En je moet dus inderdaad, en die moet dan even controleren, want het lichaam vrijgeven. En die zei tegen mij: bent u op de fiets? Ik zei: nee, hoezo? Hij zei: nou, ik dacht niet dat die auto die op de oprit stond, dat dat van een dokter was. Ik zei: ja, het is toch zo. En hij had zelf bleek, en later toen hij wegging, liep ik hem even na, daar had hij een dikke Lexus. Ik zei: oh, ik snap het, ik snap nu wat je bedoelt. Aardig man, hoor. En ja, je hebt het ook over de gewone normale dingen. En ja. Ja. Je gaat niet opeens heel anders leven, of de hele dag door. Dat hangt ook weer een beetje van af. Je bent natuurlijk wel aangeslagen ook, maar het klinkt wel cru. Alles wenst. De eerste keer is het wel heftiger. Ik weet nog dat. De eerste keer was Kit mee. En toen zei ze in de auto: hoe voelt het nou ten aanzien van jouw spirituele twijfels? Hè, heb je nou het gevoel dat je toch een doodzonde hebt begaan? Of, nou, toen had ik echt iets. Nee, als dit niet goed is, dan had het maar wat duidelijker gemaakt moeten worden. Dus het zijn wel intense momenten, het beeld. Ja. Ja, want Ik ik houd wat ik het van overlijden, hè? Als iemand overleden is, ook al is het volstrekt normaal overleden, die dagen daarna tot de begrafenis, die zijn onwezenlijk. En ik ja. vond eigenlijk het krijgen van een kind, ook het begin van het leven vind ik ook iets onwezenlijks hebben. Ja. Opeens is er een ander wezen en ik voelde vanaf het eerste moment, deze is niet van mij, er is gewoon iemand in ons huis gekomen. Dat vond ik ook, dat is onbevat, dat is iets te bevatten. En Nee. dat iemand er opeens, waar je altijd hebt geweest, niet, maar dat hij er niet meer is. Daarom hoop ik ook heel erg op een hiernamaals. En ik vind het hele idee dat het bewustzijn stopt of zo, vind ik niet acceptabel en ook niet erg aannemelijk. En er zit ook iets onwezenlijks in, ja. Nou, dat was precies mijn vraag. Want ik wilde inderdaad vragen, hoe sta jij in het concept hemel en hel of hiernamaals? Maar je hebt hem dus eigenlijk al deels beantwoord. Ik heb in dat tweede boek, of in het, ik weet niet eens of in Laat Me Gaan. Ik denk in het tweede boek. Nou, heb ik gezegd, ik permitteer mezelf een halfslachtig geloof in een hemelse vader. En daarmee bedoel ik dus niet een oud-testamentische kruidenier, die strenge God die we ook hadden, maar een hemelse vader. Die al liefde is en al goed, dus die deze mensen allemaal van harte ontvangt en zegt, het was ook niet te doen. Het is niet mijn werk, dat is omdat er een. De duivel, omdat de vrijheid moest komen. En af en toe denk ik ook van waar ben ik aan begonnen? En jemig, maar hartstikke mooi dat men Oosthof je heeft geholpen. En super, en dat hoop ik. En ik weet het niet, ik hoop het. Nee. Ja. Ja, we gaan het nooit. Religie. Als we, zeg maar, één vraag die bij mij altijd blijft hangen is: hoe komt het dat er mensen zijn die zo ontzettend kiezen voor de dood en niet voor het leven? Heeft dat echt alleen maar met lijden te maken of is er iets anders wat ook, zeg maar, trekt? Want jij maakt zoveel mensen mee. Dus ik vroeg me af of je Ik daarin. vind het andersom. Ik vind dat je ook kunt zeggen: hoe kan het dat zoveel mensen kiezen voor het leven en niet voor de dood? Dat is toch eigenlijk bijzonder. Er zijn zoveel mensen die een onvoorstelbaar nabestaan hebben. Suïcide in arme landen, waar mensen gewoon dan weer 3 kilometer moeten lopen voor een beetje water of wat dan ook. Die neemt niet heel erg toe. In Gaza is het niet zo dat al die mensen zich nu ophangen, terwijl het daar verschrikkelijk is. Dus. Van binnenuit is er, we weten ook dat suïcidaliteit en dood willen, dat is iets anders dan depressiviteit. Er zijn ook andere hersengebieden bij betrokken. Sommige mensen kun je overheen rijden en nog willen ze niet dood.
En andere mensen die hebben het sneller. En soms heb je ook impulsieve suïcides waar je denkt, ah, dit had toch echt niet gehoeven. Dus kennelijk is de overlevingsdrang ook weer iets wat de een weer sterker heeft dan de ander. En ik vind het vaak niet zo moeilijk om te snappen dat iemand niet verder wil. Het is toch af en toe, ik bedoel, het is soms dat je denkt, hoe heb je het in godsnaam 20 jaar kunnen volhouden? Wij zeggen wel eens voor de grap van als we bijvoorbeeld een pijntje hebben of wat dan ook, of iets lastig, een beetje hoofdpijn, dat we zeggen, nou, dit moet niet te lang duren, want dan wil ik ook euthanasie. En bij wijze van spreken zo, het is onvoorstelbaar wat voor lijden mensen verdragen. Automutileren 200 keer per jaar op de intensive care, snijden tot op het bot, het is echt. Om je maar rustig te voelen. Dus die automutilatie is dan nog beter dan die verschrikkelijke onrust. Tegen de muren opvliegen. Niet kunnen eten. Gewoon je doodhongeren. Dat is onvoorstelbaar tot welk intense. Dat vind ik ook nog een punt. De ernst van psychisch lijden. Daar kunnen mensen zich geen voorstelling van vormen. Ik heb zelf 1,5 jaar terug. Even denken, ja, 1,5 jaar terug en. Nee, 2 jaar terug inmiddels. Nee, sorry. Vorig jaar was het toch? Vorig jaar, februari, maart, april. Een depressie gehad, omdat ik was gestopt met pillen. Dat is een heel verhaal. In psychedelica ga ik nou niet. Maar ik kreeg toen een akelige depressie, waarbij ik 's ochtends om. Als ik opstond, al dacht, hoe kom ik de dag in godsnaam door? Ik moest hem in kwartieren opdelen. Ik vloog tegen de muren op. Nou, ik ben heel ervaren. Ik ben bovendien ook. Ik heb alle tips en trucs in de loop van mijn leven. We gaan met ontspanning en mediteren en een hele toestand. De helft, ik heb wel 20 psychiaters in mijn kennissenkring die me allemaal willen helpen en dat soort dingen. Ik heb een fantastische partner. Ik heb kinderen die me steunen. Het ook gewoon van, dit komt waarschijnlijk van het stoppen met de pillen. Je moet weer beginnen met de pillen, dan gaat het snel genoeg weer over. Ik hoefde geen maanden te wachten voordat ik ergens terecht kon. Al dat soort dingen allemaal niet. Ik vond niet te harden. Ik dacht, als je dit, ik dacht na 3 dagen al van, oh, dit is niet vol te houden. En dat houden mensen soms jaren vol. Nee, ik vind het vaak niet zo moeilijk om de ondraaglijkheid voor te stellen. Het grootste probleem is bij euthanasie altijd, is het uitzichtloos. Is er echt geen optie meer. En een redelijke optie. En als je zegt, ja, het zou nog kunnen. Maar iemand zegt, ja, het kan wel dat het nog kan, maar ik kan niet meer. Ik ga niet ook nog esketamine proberen. Het is op, ik ben kapot. Ik wil nog maar één ding, ik wil dat het stopt. En het zijn moeilijke keuzes. Ja, Ja, dat is voor maar mij niet wel doen iets is ook een moeilijke volgens keuze. mij. Ja, voor mij is het wel echt heel duidelijk dat het vooral te maken heeft met een uitputtingsslag op een gegeven moment. Die uitputtingsslag, je echt gewoon daadwerkelijk op een gegeven moment denkt, oh nee, niet meer, niet nog een polonaise beginnen. Dat Maar is echt. en we hebben het We vaak zitten. over mensen die dan al 10 jaar lang, of soms dat al. Ze zegt, ja, God, ze is nou maar 22. Ik zeg, ja, ze is wel al 18 jaar daarvan onder behandeling. Dat is 90% van haar leven. Ja, kun je op je 22e ook al uit. Ja, dat kan ook. Kun je ook uitgeput zijn en moedeloos. En dat je denkt, ik wil het niet meer, ik geloof er niet meer in. En Ja. als we nou tegen mensen konden zeggen. Moet je eens luisteren, alle jonge mensen van 18 die gaan op vroeg of laat het licht weer zien. En dat is niet waar. Dat is niet waar. Dus we kunnen hun ook geen garantie geven van komt wel weer goed. Nee. Ja, dan moet je op een gegeven moment, dat vind ik wel mooi aan de wet ook. Er staat heel duidelijk in dat je samen met de patiënt beoordeelt of er nog redelijke opties zijn. Dat maakt het voor mij ook wat makkelijker. Er wordt niet gevraagd aan mij, is het echt volstrekt onmogelijk dat ze ooit weer beter wordt? Nee, er wordt gevraagd om te luisteren naar de patiënt. Zijn er nog redelijke opties? Hè? Is er binnen een afzienbare termijn? Is er nog een. En dan moet iemand natuurlijk wilsbekwaam zijn, maar die vraag beantwoord je als eerste. En als je zegt iemand is wilsbekwaam, dan kun je ook samen met hem beoordelen van wil je nog wel of wil je nog niks proberen. Ik heb nou een patiënt die heeft alles al gehad, alleen nog geen esketamine. Ik vind het moeilijk, want ze is nog jong en dat soort dingen.
Ik zei, wil je dat niet toch nog proberen? Ze zei, alsjeblieft niet. En toen zei ik, nou, ik besef ook, ik vraag dit meer voor mezelf dan voor jou, want ik wist al wel dat je niet meer wou. Maar ik vind het zelf moeilijk dat het echt niet anders kan bij jou. Want bij haar, nee, de thuiskamer kan ik nou niet over vermelden waar het bij haar extra gewikkeld is. En dat vind ik dan ook alweer, dat als ik tegen haar kan zeggen, ik vraag meer voor mezelf dan voor jou. Dat snapt zij dan ook wel weer. Dus in die zin vind ik het op een bepaalde manier. Is het ook. Is het een. Ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Zonder het te verheerlijken. Het is ook al onvoorstelbaar nabij gebeuren. Het is onvoorstelbaar dat iemand jou niet alleen vraagt, maar ook toelaat dat je een eind aan zijn leven maakt. En je er ook nog dankbaar voor is. En die David die op televisie is geweest. Met die als laatste tegen mij zegt, je bent mijn held. Ja. Maar ik snap dat Ja, wel. nou, dat raakt ook nu nog. Dat zijn momenten van nabijheid en van, ja, die zijn heel bijzonder. Ja. Ja. Op het moment dat euthanasie eigenlijk de praktijk binnenloopt, worden de gesprekken essentiëler? Ze komen bij mij natuurlijk op dit moment allemaal met een euthanasiewens. Dus ja, dan. Nee, niet per se. Ik bedoel, je hebt ook mensen die nog geen euthanasiewens hebben, maar die wel ook met het leven ongelooflijk worstelen. En waarvan je ook denkt: van God, het is er haast niet voor je te doen. En dus nee, dat vind ik, dat hoeft niet per se. Nee, dat kan ook. Je kunt ook met iemand die gewoon beslist niet dood wil, maar verschrikkelijk lijdt onder. Onder zijn dwangproblematiek ook wel hele essentiële en indringende gesprekken hebben. Dat hoeft niet per se, maar het is natuurlijk wel. Er komt een enorm zwaar, onomkeerbaar thema in. Als iemand aangeeft van nou, ik overweeg dit. Dat is wel iets anders dan dat iemand twijfelt over of die. Dat is, kan je leven ook aardig ontwrichten over of je, ik noem dat bijvoorbeeld iets. Van heb ik niet iemand in het water geduwd? Dat kan een dwangstoornis zijn. Heb ik gisteren iemand in het water geduwd? Dus heb ik nou een dood op mijn geweten? Daar kunnen mensen ook verschrikkelijk onrustig van zijn. En verschrikkelijk kan het hun leven bepalen. Maar dat is toch wel weer wat. Maar daarvan weet je nou, dat is zo beleef jij, maar dat is niets. Maar nu komt het. Nu komt het. Nu komt. Dit is wel zo en ook wel mogelijk. En ja, dat is natuurlijk wel heftig. Ja, dat zei ik ook. Het is ongelooflijk intens. Ik wil het ook nog even hebben over de, nou ja, op papier 90% die geen euthanasie krijgt. Want dat zijn. Niet helemaal precies. Want 90% ervan, van een deel daarvan, vraagt het ook niet meer. Dus je kunt niet zeggen 90% krijgt geen euthanasie, want een deel daarvan. Die trekt zijn verzoek in, of die werkt niet mee aan het verzorgen van de juiste informatie of wat dan ook. Dus er zit een groot deel in. Ik vind het altijd een beetje een te negatief beeld geven. Als iemand inderdaad euthanasie verlangt en die doet het lang en het is een niet conscientieus, een consistente vraag. En het is niet een impuls of iemand die nog nooit behandeling heeft gehad of wat dan ook. Van die mensen krijgt een groot deel echt wel uiteindelijk euthanasie. Dus die negen. Dus maar net. Ja, als we iedereen die wel zegt: ik wil wel dood. Als we zeggen: ja, dat is iemand die eigenlijk euthanasie wil. En dan krijgt nog niet 1% het. Want ik bedoel, binnen de GGZ is. Hè, hoeveel mensen hebben niet suïcidepogingen doen? Er zijn 2000 suïcides per jaar. Maar er zijn volgens mij iets van 200.000 pogingen of zoiets. Echt. En dat zijn niet allemaal, dat zijn zeker niet allemaal wel overwogen pogingen. Maar goed, mensen slikken die pil op dat moment wel. En het gaat ook nog wel eens per ongeluk mis. En daarmee bedoel ik dat iemand dat eigenlijk in een impuls iets doet. En dat verdorie, hij heel erg allergisch reageert op paracetamol. En dus dat noemen we wel eens een mislukte poging. Als je denkt, dit was echt niet de bedoeling. Was een soort. Dus ik zit even met de tijd. Ik heb al. Ik kan wel even vragen aan die anderen of we even iets laten kunnen. Of zijn jullie
Ik weet niet zo We hoe. kunnen ook afsluiten. Dat is geen probleem. Jullie moeten ook afvragen. Nou, we zijn nog lang niet uitgepraat. Nee, wil je nog een Nee, keer dus eigenlijk. terugkomen? Precies, dat Ja? wou ik net zeggen. Wil je nog een Nog een keer keer terugkomen? terugkomen? Oh, jawel, wil ik best. Ja, maar er zijn nog heel veel. Kijk, ik ben een. Ik heb de, wat ik zei, ik heb 6 jaar. We hadden het al over dat ik niet hou van dingen half doen. En ik heb me daar 6 jaar intensief mee bezig gedaan. Maar ik had al wel heel veel second opinions gedaan, al wel 50 keer. En ik heb er veel over gelezen, dat soort dingen. Dus ik wil graag de kennis, die, net zoals bij dwang ook, de kennis en ervaringen en mijn overwegingen graag delen. Dus ik vind het prima om het te vervolgen. Ja? Nou, dolgraag, want we Oké, hangen okay. aan Hey, je lippen. dan houden we nu op, want dan kan ik dat gesprek doen. Ja? Dat Oké. is goed. Tot ziens. Doeg. Dank Maak je een wel. afspraak, ja? Oké, Hartelijk okay, doeg. bedankt. Wij sluiten dan even de normale manier af. Ja. Wauw, wat hebben we veel geleerd al in deze podcast, hè? Ja, ik ben eigenlijk een beetje sprakeloos. En ik weet niet of jij het ook had, maar ik moest echt mijn best doen om mijn tranen weg te werken hier, met wat hij verdeelde. Ja, maar ook wat ik merkte bij jou was ook tranen van herkenning. Toen hij het zeker ook toen hij het over die dwangstoornis had, dat je je Ja. daarin eigenlijk helemaal gezien zag. Eindelijk Klopt. iemand die het snapt. Ja, Je ziet hij iemand. verwoordde alles precies zoals ik het zou verwoorden als ik het moest uitleggen, maar ik zou dan niet op die woorden kunnen komen, denk ik. Want kijk, daar ga ik nu ook alweer. Het moet dan perfect. En hij heeft het dus perfect uitgelegd. Ja, en ik denk dat zijn criticus daar dan ook nog iets over heeft te zeggen. Ja, dat denk ik ook. Ja. Ja. Nee, maar dit heel emotionele podcastaflevering dit. Ja. Ja, het is. Maar dan merk je ook hoe emotioneel het onderwerp eigenlijk is. En waar mensen dus ook ja, tegenaan lopen. En Ja. hoe zoiets is. Ik vind het heel mooi hoe hij het lijden eigenlijk beschrijft. En Ja. hoe draaglijk het kan zijn. En ik denk dat daar ook mensen zich wel heel erg in gaan herkennen. Ja, Dus ik. wat ook is, hè, wij hebben natuurlijk altijd, wij doen een voorbereiding voor zo'n aflevering, of half of niet, maar kijk, daar gaat een perfectionist me weer, hè? Maar goed, anyways. En je hoeft hem alleen maar uit te nodigen in de podcast en hij praat. Je kan af en toe iets tussendoor een vraag stellen, maar zelfs dan, want soms fietst hij er gewoon leuk overheen. En dat is helemaal prima, want hij vertelt zo leuk. Dus je hoeft er eigenlijk vrij weinig voor te doen, want je krijgt echt een schat aan informatie hier. En het is echt, ja, nou ja, ik kan niet wachten totdat hij weer terugkomt, heel eerlijk gezegd. Nee, maar als mensen dus vragen ook nog aan hem hebben. We hebben al gehoord dat hij dus nog weer een keer terug wil komen. En Kit had het ook al toegezegd. Dus als er dus vragen zijn voor voor een psychiater. Die dus te maken heeft met euthanasie bij psychisch lijden. En je wil daar meer over weten of je hebt vragen. Of alsjeblieft stuur ze in. Dat kan op info@natrauma.nl. En. Dan alsjeblieft, want dan nemen we die gewoon mee in de uitzending. Hartstikke leuk. En dan sluiten wij af op de gebruikelijke manier. Wou ik net zeggen. Nox. Nox. Jee, dat was hem voor vandaag. Bij daar vinden wij iets van. Dank voor je tijd dat jij luistert. Wordt enorm gewaardeerd. Wil je ons steunen? Abonneer je dan op onze podcast. Laat een review achter en deel deze aflevering. Zo draag je bij aan de verspreiding van inzicht en empathie rondom dit thema. Als je na deze aflevering behoefte voelt om je eigen verhaal te delen, je mening te ventileren of gewoon te zeggen: hier ben ik, dit is mijn ervaring, bereik ons dan via info@natrauma.nl of bij Stichting KEA. Samen met Stichting KEA bouwen we aan een gemeenschap waar ruimte is voor elk geluid. Samen strijden we voor meer begrip en betere steun rondom euthanasie bij psychisch lijden. Als je steun nodig hebt, schakel dan professionele hulp in. Jouw welzijn is belangrijk. Tot de volgende keer. Blijf praten, blijf delen, blijf luisteren. Liefs, Isabel en Hans.